pasgetrouwd paartje, huwelijksnacht, thuis in de slaapkamer. Man, een beetje slome gozer, zegt, wel trusten schat, lieverd, geef er een kus, draait zich om en gaat slapen. Ze denkt, nou dat is lekker dan, zegt mijn huwelijksnacht. Tweede nacht, hetzelfde verhaal. Wel trusten schat, wel trusten lieverd, draait zich om en gaat slapen. Derde dag, ze trekt een beetje sexy ondergoed aan. Hetzelfde verhaal, helemaal niks. Ze raakt toch een beetje paniek. Ze denkt, nou ben ik aan begonnen, zeg. Belt de dokter op. Hij zegt, komt u morgen allemaal met hem hier naartoe. Komen samen bij de dokter. En de dokter zegt tegen die vrouw, kleed u zich maar uit en gaat u maar op de behandeltafel liggen. En zegt tegen die man, jongeman, je bent nog niet zo lang geleden getrouwd met deze beeldschone jonge vrouw. Maar het huwelijk geeft een man ook bepaalde plichten. Hij zegt, ja, dat zal wel. Hij zegt, in de bloei van de leven, ze verwacht iets elke avond van je. Hij zegt, ja, dat zal wel. Begint die dokter te irriteren, die springt erop, gaat met die vrouw tekeer, ongelooflijk. De truc is achter de rug. Hij zegt, meneer, het zal wel. Dit moet zo'n keer of twee, drie per week gebeuren. Hij zegt, maar dokter, moet ik dan elke keer meekomen? Ik ga met een vriend van me op expeditie in donker Afrika. Maar ja, grandioos de weg kwijt. We komen in een dorp daar ook. Al die negers huilen, al die negerinnen huilen. Dus er komt zo'n grote neger op me af. En die komt met zo'n speer als hand. En die zegt, oh, die goed zo toepen zijn. Dan ken ik goed Swahili's. Dat scheelt in jou. Dus mijn maat zegt, joh, wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, het opperhoofd is dood. En dan willen ze jou als opperhoofd maken. Hij zegt, dat doe ik. Ik zeg, ja, wacht even. Even wachten, dat gaat zo maar niet. Ik zeg, kijk, er staan drie hutten, want je moet een opdracht vervullen. In die eerste hut staan twee flessen jenever. Die moet je in vijf minuten leeg drinken. Hij zegt, in de tweede hut, hij zegt, er zit een grote krokodil. En dan moet je met je blote vuisten al zijn tanden uit zijn bek slaan. Hij zegt, en in de derde hut, daar zit een dikke neger in. En die moet je 4 maal nemen. Want een opperhoofd heeft 15 vrouwen. Hij zegt, hij is zo sterk als een beer. En hij lust graag een woordeltje. Hij zegt, dat doe ik. Dus hij hurt 1 in. Na 10 minuten komt hij uit. Hij zegt, waar is die krokodil? Waar is die krokodil? Ik zeg, hut 2. Hij hut 2, een herrie in die hut, een herrie. Niet te filmen, planken vliegen om je oren. Na een half uur komt hij eruit. Hij zegt zo. En dan die dikke negerin nog even de tanden uit de bek slaan. Er zijn twee stratenmakers. Jarenlang werken ze met elkaar. 'S morgens komen ze, goedemorgen. 'S avonds gaan ze, tot morgen. Voor de rest helemaal niks. Nou, fijn, op een gegeven moment staan ze, zitten ze te straten. Begint die ene te roepen. Dokter Albert Schweitzer! Dokter Albert Schweitzer! Dat die andere kijkt om. Hij zegt, wie is dat in godnaam? Hij zegt, dat weet jij niet, hè? Hij zegt, dit is een van 's werelds beste geleerden. Hij zegt, kijk, dat leer ik op de universiteit in Leiden. Hij zegt, zit ik 2 avonden in de week. Zo, zegt die ander, het zal wel. Nou, daar gaat 14 dagen overheen. Roept hij weer, John F. Kennedy! John F. Kennedy! En die andere kijkt erom, hij zegt, wie is in godsnaam John F. Kennedy? Hij zegt, weet je niet, hè? Hij zegt, dat is de ex-president van Amerika. Hij zegt, kijk, dat leer ik. Op de universiteit in Leiden, 2 avonden in de week. Oh, zegt die andere, die wil me galsen. Daar gaat 14 dagen overheen, roept die andere. Tanden vast! Tanden vast! Kijk die om. Hij zegt, wie is een godsnaam Tanden vast? Hij zegt, dit is die kerel die je vrouw wel ligt te duwen als jij in Leiden zit op de avondschool. Komt een vrouw bij de dokter. Zegt dokter, zegt ze, mijn man die doet er niks meer aan. Hij wil gewoon niet meer. Hebt u wat? Nou, zegt die dokter, ik heb wel wat, zegt hij, is een pilletje. Maar het zit in de experimentele fase. Maar je moet het in de koffie doen en volgens mij moet hij gaan als een jonge hond. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan, die vrouw in huis. Zegt die dokter, mevrouw, zegt hij, wil u me morgen even laten weten wat de uitwerking is? Want we zitten nog in de experimentele fase. Nou, dus goed, die vrouw gaat naar huis, s'avonds om 10:30 wordt er bij die dokter aangebeld. Zegt die dokter, doe open, doe open. Dus die dokter doet open, zegt mevrouw, is er een hand? Ik heb dat pilletje in de koffie gedaan. 2 keer op de tafel, 2 keer onder de tafel, 2 keer achter de tafel, 2 keer tussen de tafel, 2 keer
zijdentafel. Ja, zei die dokter, maar dat wou het toch, mevrouw? Ja, zei ze me niet in de cafetaria. Er is een neger en die belt de escort service op in Amsterdam. Dus een vrouwtje neemt op. Escort service, goedemiddag. Ik zeg, ja, je spreekt met Sammy Brown. Hij zegt, ik wil graag een escort bestellen. Ze zegt, nou, daar zijn we hier voor, hè. Had u speciale wensen? Ik zeg, ja, zeker heb ik speciale wensen. Ik zeg, ik wil graag een neger in hebben. Pik zwart. 40 centimeter dun en 2 meter lang. Nou, ze zegt, dan moet ik even in de computer zoeken, hoor. Dus die aan het zoeken. Ze zegt, nou, niet te geloven, maar ik heb er een. Ik zeg, dat is hartstikke mooi. Toen zegt ze, waar moet ze heen? Hij zegt, ik wilde graag vanavond hebben om 7:15 in de Witte-de-Witstraat 88-3 hoog. Toen zegt ze, nou, dat kan. Dus die avond, 7:15, er wordt gebeld. Dus hij trekt die deur open. Hij zegt, wie is daar? Ze zegt, ik ben Esther van de escort service. Hij zegt, kom gauw boven. Dus hij kijkt, ja hoor, komt een neger in aan, 2 meter lang, pikzwart, zo dun. Hij zegt, kom gauw binnen. Ze zegt, wat kan ik voor je doen? Hij zegt, je gaat op je handen en je knieën zitten. Ze zegt, op mijn knieën moet ik niks uitdoen. Hij zegt, nee, je hoeft niks uit te doen. Dus ik ga op de handen en de knieën zitten en die neger loopt aan de deur. Toen die deur open, pakte zo'n bouvier uit. Loopt aan die neger in en zegt, kijk, zo word je aan de ogen als jij je brokjes niet opeet, ja. Komt een man, die komt in de Sahara, rijdt daar, brrr, mooie jeep, vierwiel drive, weet je wel. Helemaal de bink. Hij rijdt daar, komt hij langs een kamelenverhuur, weet je. Dus hij staat te kijken, een kameel. Ik ben nu in de binnenlanden van de Sahara. Ik ga een kameel huren. Dus hij gaat naar die man toe en zegt, bevriend. Een echte. Vriend, hoe werkt dat nou, zo'n kameel huren? Nou, zegt die man, is heel simpel. U gaat zitten op kameel. U roept, poef, kameel op. U roept, poef, poef. Kameel op hard. Ah, verdraaid. En hoe krijg ik dat beest weer stil? Heel simpel, u roept, ho. Nou, dat is alleraardigst. Dus hij gaat erop zitten, gaat zitten. Poeh. Verdraaid. Dit is leuk. Poeh, poeh. Dit is erg leuk. Dus hij zit zo aan het rijden, weet je wel. Ziet hij in de verte een bord aankomen. Nou, hij kan het niet lezen. Ravijn 100 meter. Ravijn 100 meter! Halt! 50 meter. Stop! 30 meter. Hatsieke doe! 20, 10. Ho! En hij staat stil. Hij kijkt in het ravijn. Poep, poep. Loopt de man op de walletjes. Loopt ze op de zrompelen, kijkt. Vrouwtje zegt, gaat u mee? Nou, zusje, wat kost het allemaal? Nou, zus, 75 gulden in bed, 50 gulden op de bank en een geeltje op de grond. Dus hij geeft 75 gulden. Dus is ze zo, lekker in bed zit hij, nee, 3 keer op de grond. Een pasgetrouwd paartje, huwelijksnacht, thuis in de slaapkamer. Man, een beetje slome gozer, zegt... Wel trusten, schat, lieverd, geef er een kus, draait zich om en gaat slapen. Ze denkt, nou, dat is lekker dan, zegt mijn huwelijksnacht. Tweede nacht, hetzelfde verhaal. Wel trusten, schat, wel trusten, lieverd, draait zich om en gaat slapen. Derde dag, ze trekt een beetje sexy ondergoed aan. Hetzelfde verhaal, helemaal niks. Ze raakt toch een beetje paniek. Ze denkt, nou, ben ik aan begonnen, zeg. Belt de dokter op. Hij zegt, komt u morgen allemaal met hem hier naartoe. Komen samen bij de dokter. En de dokter zegt tegen die vrouw, kleed u zich maar uit en gaat u maar op de behandeltafel liggen. En zegt tegen die man, jongeman, je bent nog niet zo lang geleden getrouwd met deze beeldschone jonge vrouw. Maar het huwelijk geeft een man ook bepaalde plichten. Hij zegt, ja, dat zal wel. Hij zegt, in de bloei van de leven, ze verwacht iets elke avond van je. Hij zegt, ja, dat zal wel. Begint die dokter te irriteren, die springt erop, gaat met die vrouw te keren, ongelooflijk. De truc is achter de rug. Hij zegt, meneer, het zal wel. Dit moet zo'n keer of 2, 3 per week gebeuren. Hij zegt, maar dokter, moet ik dan elke keer meekomen?